De paarse gezichten in de klas hebben te maken met de week van het respect op het Vlietland College. Digitaal pesten is daar ook een onderdeel van. En om daarover te praten met de leerlingen is wijkagent Erik van Dommelen ingevlogen. Als je gewoon Snapchat, afbeeldingen, die krijgt de meest verschrikkelijke beelden krijgen. Als je die berichten soms leest, dan denk je bij mezelf, ja jongens, waar gaat dit over? Weet je, over verkeerde kleur etui. En dan is iemand gewoon, ja, grof gezegd, gewoon een pispaal. En dat gaat van kwaad tot erger. Menig ouder en leraar schrikt ook van het taalgebruik dat via de appjes over en weer gaat. De school probeert er wel van alles aan te doen, maar kan niet alles voorkomen. Over het algemeen zijn wij door onze kleinschaligheid een redelijk veilige school. Maar dat het binnen de klasse voorkomt, dat kan ik niet ontkennen, dat gebeurt. Ik ben wel gepest in het verleden, nu niet meer. Waarom was dat dan? Vanwege mijn oren. Een jongen die heeft me via WhatsApp heel erg uitgescholden. Gewoon in een groepsapp waar echt iedereen in zat. Ik kreeg ook wel heel veel mensen die me zeg maar hielpen, maar die jongen die ging eigenlijk gewoon door. Wat vond je van deze les? Ik vond het wel interessant en leerzaam. En ook heftig. Zou je het zelf nou nog doen, pesten? Nee. Stel, je wordt gepest hier op school. Wat ga je dan doen? Wat wil je de kinderen vooral meegeven? Nou, dat ze moeten proberen te realiseren is dat wat ze doen, wat voor effect dat op lange termijn heeft. En dat is natuurlijk lastig, hè, want zij zijn natuurlijk 12, 13-jarigen en die zijn natuurlijk met hele andere dingen bezig. En vaak zien zij niet in wat de consequenties zijn voor hun gedrag. En ja, en dan moet je wel eens aan bomen schudden om ze uiteindelijk wakker te krijgen. En dat zijn soms vervelende gesprekken.